Bryant lands on his feet. Out of the corner. Running knee! Running knee! Can Daniel Bryant do it? Can he do it? Yes! 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 I've never had any concerns or doubts about wrestling more than once. One of the biggest upsets in WrestleMania history! Daniel Bryant has stunned the world! Triple H from behind! So after the first match, I was backstage. And I just spent most of the time trying to get my body warmed up to go out there again. There's no way that he can be 100% for this match. The kid's got guts. If there's three things that I have that you'd say, what are your best attributes? Legs, lungs, heart. And I never get tired. All right, the triple threat match. Here we go. Batista, Randy Orton, die meteen de ring uit sprint. Even een showtje voert. What the hell? Oké, we moeten Randy damagen. Oh, en dat was al een goede eerste stoot. Doppakee, dat was snel. En nou moet het Batista damagen. Hey, waarom pakt hij die niet eens, jongen? Het rings? Oh, wow. Menen we die nou? Even, oh, daar is de eerste reversal in de ding. Oh, en hij gaat gelukkig ook gewoon op Orton. Ik dacht dat ik me zorgen moest gaan maken dat ze gingen teamen, maar dit valt nog mee. Kijk de powerhouse even te werk gaan. Kom op. Oh, ik wil hem eigenlijk eruit mappen. Kijk, zoals dat. En de volgende, hoppa! Nou moeten we hem hebben. Nou kunnen we damage at ringside. Dit is wat we nodig hadden. Orton ligt even voor pampers. Heel even. Ik zie hem al wel kruipen. Blijf hem stompen. Hoppakee. Wat nu? What's next? Perform a top. Rope, corner grapple. To front facing Randy Orton. Oké. Dat kunnen we. Ja, hem in die corner gooien. Zet hem de top rope op. Here we go. Batista terug in de ring. Perform Flying Goat to Randy Orton in de ring. Heb ik al een signature move? Nee. Dus, dat kan nog niet. Ik hou ze wel in ieder geval beide goed bezig. Batista. Liggen blijven, maat. Dit wordt wel krap, man. Oké. Die ligt. Daar gaan we. Flying Goat. Performde je. Oh, ik let even niet op. Yes Lock op Randy Orton. Oh, wat de? Nee. Kom op, Orton. Goed. Batista, jongen. Jij vuile. Hey. Snee. Orton. Waarom kan ik het niet gewoon vanaf de grond in één keer? Nou, anyway, komt hij. Kut! Auw. En nu waren wij uitgeschakeld. Nou ja, kunnen die twee zich even bezighouden? Batista heeft een oranje hoofd. Orton heeft gele body, gele hoofd. Hallo. Weet je, we kunnen niet even kapitaliseren om te pinnen of zo. Want. Oh! No! Even helemaal geen rekening mee gehouden. Oeh! Damn! Fucking hell, hé. Oh, ik had die moeten reverse like a finisher.
And it's true. Batista beat Triple H in the main event of WrestleMania 21 and had championship matches at WrestleMania 23 and 26. Here he goes. Orton is even bezig, hè? Batista isn't looking good here, come guys. Op. The animal may fall short of his WrestleMania mission right here. Well, if Batista breek het? Nee, is niet nodig. Is niet nodig. Batista powert zich los. Teen op Orton. Hoppa. WWE Universe is back on their feet and cheering Daniel Bryan right now. Just 30 minutes ago, you could hear a pin drop when Brock Lesnar ended. Je moet nu zoveel in de gaten houden, hè? Wie welke moves heeft. WWE Universe desperately needs a pick-me-up right now and nothing would make them happier. Kom op. Daniel Bryan finally. Moet gaan met finisher hebben. Signature is bijna binnen. Tijd voor wat top rope action. Batista wandelt zich omhoog. Hoppa, direct neer. Ga de ring maar uit, joh. Je hoeft hier niet te zien. Signature move, come on. Here we go. Oh, kut. Kut, kut, kut. Wat doet Batista? Oh, nee. Nee, nee, nee. Batista, blijf alsjeblieft weg. No! Ik miste mijn grapple. Oh, no. Nee, haha. Niks aan de hand. We're good, we're good. Maar als die Orton gaat pinnen, hebben we een probleem. Ga weg. Ah. Alright. Doe het nu, please. Yes. Yes, lock is in. Oh, dat is Triple H. En Stephanie. En daar gaat de scheid. Kijk al, dit is een trainingspakkie. Uh-oh. Probleem, oh, daar is Batista. Uh-oh. Een nieuwe scheids. Bruh. Uh-oh, daar is de bom. Batista bom. Tuurlijk gaat hij pinnen. 1, 2, nope. Woe. No. Kijk dat publiek, jongen. Publiek gaat los. Oh, de schijt! Ik was even helemaal gewoon aan het kijken. Ik vind het ook wel tof om te zien hoe dit is gemaakt. Oh ja, dit stukje. Komt-ie! Flying Goat! Suicide Dive! Maar iedereen noemt hem altijd gewoon Flying Goat als hij zulke shit doet. Wat een strijd. Alright. Nog een keer. Bam! We moeten Batista coveren voor de pin. Doen we dat direct. Dat klopt niet helemaal. Ik had geen roll-up gedaan, maar hij is doen voor de cutscene. Oh, dit stukje. No disqualifications. We weten wat hier gaat gebeuren. Tenminste, degene die de match hebben gezien weten wat hier gaat gebeuren. Bam, close line. Dat is nog niet alles. En nu zie je ze samenwerken. This is clearly about injuring Brian. Ending his career. And now Randy. Oh, de stalen trap. Yeah, this very well could end Brian. Oh my god.
Damn, son. Wat een opbouw eigenlijk, hè? Boom. Batista en Randy Orton game planning their next form of attack. This is absolutely disgusting. Oh boy. Ja, daar gaat het. En dit bedoelde ik met we weten wat hier gaat gebeuren. Je ziet ze het nu opzetten. De tafels. Brian can't even move. He's defenseless out here. Brian is giving it his all. So much heart, so much determination. Oh my god. To the announce table now. Brian went through hell in the first. Het was wel een sicke combi. Ik kan waarschijnlijk al raden wat ze gaan doen. Ook degene die het niet gezien hebben. Batista wants to end Brian's career right. Ja, ja. Komt hij? De bam. En de RKO. Ik vond het wel vet. Ik dacht wel dat het toen het einde zou zijn voor Brian in die match. Shit. Maar ja, hoeveel damage had Orton zichzelf al niet aangedaan daarmee? Moet je ook afvragen. Had hij ook een tijdje oud. Wat ik me herinner. Medical personnel bringing in a stretcher. What a horrible sight. No, what a horrible way for this night to end for Daniel Bryan, who fought so valiantly earlier on to beat Triple H to get to this triple threat match for an opportunity at the championship. Ah, daar gaat Orton. And now Batista just flattened Orton. Yeah, Batista and Orton, who had an alliance moments ago, now turn this into a one-on-one match for the WWE title. That's what they wanted. In the barricades. Terwijl Brian wordt afgevoerd. Nou ja, nou wordt hij nog op de stretcher gezet. Terwijl Batista even alle hoeken van de ring aan Orton laat zien. Batista once again in complete control. Daar zie je de scheids achter bezig met Brian. Medical personnel, de guy ziet eruit als een scheids. Right now it's Batista who's in over the Viper. Merk ik wel dat meteen het tempo ook een stukje lager ligt met alleen die twee. Orton nu terug aan het beddelen. But again, driven back down to the floor. Yeah, the animal could be just moments away, Corey, from accomplishing that goal. And Orton. Actie verplaatst zich eindelijk naar de ring. Batista schiet eens op, man. Hoppa! Je weet waar hij hem dan voor opzet. Batista took too much time. Hanging DD. Nevermind. Oh, en weer buiten de ring. Oh, no sell van Orton. Dan doet hij het maar zo. Het is nog wel een tikje erger. Bam. En daar gaat Danny op Brian. No. What is Daniel Bryan doing? Bryan's got more guts than brains, period. Bryan back in the game. Personnel try to get Daniel Bryan out of here, and now Orton has Bryan. Well, Randy Orton's gonna make sure that Daniel Bryan heads back to the locker room on a stretcher after driving him into the steps. En dan gaan we terug in actie. Yes, lock to Batista. And make him tap out. Oké. Interesting. We hebben in ieder geval de signature move. En we moeten hem dus in de ring krijgen. Hoppa. Kijk die show van een Batista. Here we go. Back inside the ring. Kom maar jongen, kom maar. Flying Goat gaan we voor.
We can do it. Oh my god. Jij vuile. Blijf eens liggen, man. Bam. Orton die nu terug in de ring komt. Kom dan. Signature move, signature move. There we go. Kunnen we dadelijk meteen Batista in de yes lock leggen. Want hij is dan wel even uitgeschakeld. Hoppa. Op naar Batista. Charge. Pak hem. We gaan ervoor. We gaan het afmaken. En waarschijnlijk de laatste aflevering van de Daniel Bryan Showcase. Here we go. Pak hem. We got him. Bryan met de overwinning. Laten we gaan genieten van het einde. Van hoogstwaarschijnlijk dus de laatste aflevering. Als champion. Daniel Bryan. WWE World Heavyweight Champion. Here is your winner, Daniel Bryan. Daniel Bryan just overcame the authority. Daniel Bryan just had the greatest performance in 30 years of WrestleMania. In one night, he defeated Triple H, Batista, and Randy Orton, and is now WWE World Heavyweight Champion. Three competitors walked in with legitimate chances of winning, but in the end, only one showed the resolve and the willingness to do anything necessary to pick up the win. We may be in New Orleans tonight, but I assure you there was nothing easy about that win right there. Oké, blijkbaar is het nog niet het einde. We krijgen nog een aflevering. Had ik niet verwacht. Vond je het dan wel een leuke video? Dan zou ik zeggen, laat dat duimpje omhoog achter. En dan check ik jullie graag de volgende keer weer. Tot dan!